Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is maandag 15 april 2024, Lloyd Groenhoort is mijn naam. En tot 9 uur ben ik uw gastheer tijdens het programma De Koffiepraat via de SRS. Nou, hopelijk hebt u een heel goed weekend gehad. Bent u goed uitgerust en weer fris en monter. Om natuurlijk weer een wezenlijke bijdrage te leveren aan de opbouw van ons geliefde Suriname. Nou, vandaag starten de scholen weer, na dus een vrije periode. Dus vandaag wordt er aanvang gemaakt met het laatste kwartaal, hè, het derde kwartaal. Dus aan alle schoolgaanden heel veel succes toegewenst. En doe je uiterste best om het laatste kwartaal er alles uit te halen. We volgen ook de president, die dus... in China vertoeft met een delegatie. En we volgen natuurlijk de ontwikkelingen. Er worden gesprekken gevoerd met diverse bedrijven en organisaties. En ja, dat van die schuldherschikking met China is nog niet rond. Maar in de tussentijd worden er dus gesprekken gevoerd om te komen tot samenwerkingen op diverse gebieden. Onder andere communicatie. Ook wat betreft andere sectoren zoals de bauxietsector en ook de agrarische sector. We volgen de ontwikkelingen voor wat dus het bezoek van de president betreft aan China. Zorgwekkend is dat van de escalatie, hè? Weer in het Midden-Oosten. De aanvallen van Iran op Israël. Met heel veel drones. Ook de CARICOM heeft zijn bezorgdheid hierover uitgesproken. En er wordt ook gevraagd vanuit de Verenigde Staten onder andere om terughoudendheid en om de zaak dus niet verder te laten escaleren. En daarmee ook nog meer problemen te veroorzaken voor de hele aarde eigenlijk, hè, zal dit gigantische gevolgen met zich meebrengen. Wat we vandaag nog meer gaan doen, ik verwacht mevrouw Angelique Del Castillo van DA 91. En verder gaan we in deel 2 ook nog praten over het onderwijs. Welkom mevrouw Del Castillo in deze aflevering van de Koffiepraat. Het is een genoegen om u vandaag wederom bij ons te hebben. Wanneer wij over dus diverse onderwerpen met u gaan praten in deze aflevering van de Koffiepraat. Kijken of er nog wat te halen valt uit de kranten vandaag. Even kijken wat er nog meer staat geschreven. De VS legt Bouterse en Kompane inreisverbod op. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag besloten de voormalige president van Suriname, Desi Bouterse, en naast hem nog 6 voormalige Surinaamse militaire functionarissen de toegang tot de VS te ontzeggen. Omdat zij dus betrokken waren bij de gebeurtenissen rond de decembermoorden van 1982. En in een verklaring... die dit weekeind is gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, komen Bouterse en zijn 6 kompanen niet meer in aanmerking voor toegang tot de VS. Nou, dat is dan duidelijk. Nou, ik heet nogmaals welkom, mevrouw Del Castillo. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in deze aflevering van, of welkom bij deze aflevering van de Koffiepraat. Hoe gaat het met DA 91? En ik vraag me zo af, hè. Wat doet de partij op weg naar
de verkiezingen die ja, nog slechts een jaar, no? Bijna een jaar. Iets meer dan een jaar. Wat doet de partij zoal? Ja, dus, weet je, er gebeurt zoveel in de partij, want je moet met alles eigenlijk simultaan bezig zijn. Mm-hmm. Dus als we binnen beginnen, dan zijn we binnen bezig met trainingen voor ons kader. Mm-hmm. Met een voorselectie, een preselectie van mensen die mogelijk kandidaat willen en kunnen zijn. Yeah. En we hebben een profiel daarvoor, dat hebben we enkele maanden geleden al gelanceerd. Mm-hmm. Dus die toetsing is daar, mensen moeten hun cv's indienen, et cetera. En dan zijn we ook nog naar buiten bezig, want je moet de kiezers ook bereiken. Met het bezoeken van kiezers, landelijk mm-hmm. tegenwoordig. Dus we zijn bezig met plannen, weet je, niet alleen in Paramaribo bezoeken, zijn we in de buurten. Maar we moeten ook naar Nikerië, we moeten ook naar Sipaliwini. Mm-hmm. Weet je, dus elk district moet bezocht worden. Dus we zijn nu veelal in die planningsfase. Ik denk dat men vanaf mei gaat merken dat we echt erop uittrekken, want je moet goed plannen. Mm-hmm. Financiering moet je ook binnenhalen mm-hmm. daarvoor, want het kost allemaal geld. Ja, klopt. En wij hebben als partij vaak, we hebben regels waar we ook standaarden, die we ook hanteren voor onze financierders. Mm-hmm. Dus weet je, want we willen geen ruimte bieden voor illegaal geld om via onze campagne in de circuit te komen. Dus dat is niet een meest eenvoudige taak. Maar desondanks mm-hmm. zijn mensen die willen ondersteunen. Dus daarmee zijn we druk bezig. Maar we moeten ook internationaal die mobilisatie vormgeven. Je weet, ja. We hebben een groot deel diaspora mm-hmm. in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in de VS. We zijn ook lid van internationale organisaties, politieke organisaties, waar we ook naar streven ons gezicht te tonen de komende tijd. Ja. Om zo internationaal ook uiting te geven aan waar we voor gaan, waar we voor staan. Mm-hmm. En ook ondersteuning waar mogelijk te verkrijgen in die campagne, want het wordt een harde campagne. Ja. En niet alleen hard in de tegenstellingen misschien, maar ook hard in hoeveel geld er nodig gaat zijn. Maar bovenal ook die deskundigheid die we nodig gaan hebben. En ook na de campagne, als we succesvol zijn, dan moeten we gaan regeren. Mm. En dat betekent dat we beleid moeten maken dat Suriname uit die blubber helpt. Ja. Echt wel, weet je. En daarvoor heb je heel veel deskundigheid nodig. En er is in Suriname wel, maar we hebben veel meer nodig dan dat. Ja. Dus we moeten buiten die grenzen zoeken. En daarnaast, tot slot, het verhaal dat we vertellen aan de mensen kan natuurlijk niet alleen een klaagverhaal zijn. Ja. We moeten mensen perspectief bieden. Mm. En het perspectief moet realistisch zijn. En om dat zo te houden, zijn we dus druk bezig met interne discussies. Met specialisten, experts vanuit Suriname, ook vanuit het buitenland. Om te praten over de issues die voor ons de meest belangrijke zijn en waar oplossing voor moet zijn. Waar richt de partij zich op jongkade? We richten ons eigenlijk op een gezonde mix. Dat mm-hmm. zeggen we altijd. We willen een partij zijn voor iedereen. Mm-hmm. Natuurlijk zijn jongeren de leiders. Moet je ze nu tot leiders maken, zodat ze in de toekomst die leiding kunnen overnemen waar nodig. Dus zeker richten we ons veel op jongeren, vooral met leiderschap. Weet je, dat ze hun leiderschap goed ontwikkelen, hun eigen talent. We hebben ons jongerenforum, dat nu ook in de startblokken staat om echt naar buiten te treden. Maar daarnaast richten we ons ook op elke Surinamer, elke burger, ongeacht leeftijd, die op basis van een goede staat van dienst, hart voor Suriname, specifieke deskundigheid en mm-hmm. bereid tot die strijd, want het mm-hmm. is een strijd, zich wil inzetten. En die vinden allemaal plek bij ons. En mannen, ja. vrouwen, ongeacht je afkomst, financiële achtergrond, zolang je iemand bent die niet met justitie in aanraking is gekomen op vlakken die in strijd zijn met goed bestuur. Mm-hmm. U had het erover van dat u verwacht dat het een harde tijd wordt voor de propagandavoering betreft, maar zal dat, denkt u, veel gaan verschillen met de voorgaande? We weten hoe dat in de praktijk geschiet. Meestal de actie de band en populaire artiesten die worden betrokken om bijvoorbeeld de crowd te kunnen binnenhalen. Werkt dat nog? Nou, ik denk dat het zal altijd enig effect blijven hebben. Mm-hmm. Omdat mensen houden van gezelligheid. Mm-hmm. En uitgaan is tegenwoordig heel duur. Dus als er een politieke organisatie is die de meest populaire band betaalt om gratis voor je te spelen, dan ken ik weinig mensen die gaan zeggen, maar ik ga niet, want ik ben niet van die partij. Maar ik vraag me zo af, hè, want al jaren praten we hierover. Ik heb met heel veel politici hierover gepraat, deskundigen. En is dat het? Want mensen
is dat wat de gemeenschap eigenlijk nodig heeft? Nee. Dat dus, en je ziet ook, wij zullen misschien af en toe wel iemand hebben die een speciaal lied tegen horen wil brengen of zo. Maar wij gaan geen heleboel geld verspelen en verspillen eigenlijk aan dure band en gewoon een party met leeg. Dus, en dat is wat we proberen dat de burgers begrijpen. Wanneer een partij een boodschap heeft, dan moet je naar die boodschap gaan luisteren. En die boodschap moet zijn inhoudelijk. Waar willen we naartoe? Wat verwachten we van jou? Toch behalve dat je naar de stembus gaat. En hoe willen we dat het eruit ziet? En wat zijn wij bereid dus daarvoor te doen? Toch? Om daar te komen. Maar wanneer een partij alleen grote feesten organiseert. En truitjes verdeelt. En hapjes en snoepjes. Dan zal je merken dat er weinig inhoudelijke boodschap is. Er worden wat leuzes gescandeerd. En voor de rest wordt aan de mensen gezegd. Enough spang. We're sitting. Toch dat soort zaken worden gezegd, alsof de burger zelf zijn verstand op nul kan zetten en verder geen bijdrage zal hoeven te leveren. Het zal allemaal voor ze gedaan worden. Wanneer dat zo gebracht wordt, dan weet je al van, eigenlijk probeert men je op het verkeerde been te zetten. Eigenlijk probeert men werkelijk dat je verstand sluit en voor hun stemt zonder verder na te denken. Wij zijn partij, we zeggen een verkiezing moet gaan over programma's. Mm-hmm. Mensen moeten kunnen lezen van, als mijn kinderen nu, ik ben bijvoorbeeld interieurverzorgster, ik verdien niet zoveel, maar mijn kinderen gaan naar school. Hoe gaat hun toekomst eruit zien? Hoe gaan ze aan een baan komen? Hoe gaat het gewaardeerd worden? Wat zijn de voorzieningen voor mijn kinderen als ze de middelbare school? Hoe gaat die werkgelegenheid eruit zien op basis van de investeringen die men meent te kunnen binnenkrijgen? Waar gaat men in investeren voor de productie? Dus wat mag ik verwachten dat we aan inkomsten gaan vergaren? Want die inkomsten zijn belangrijk voor mijn kinderen, hun toekomst. Toch? Ja. Want het is niet wat ik alleen verdien, maar ook wat de staat opzet. Hoe gaat het veiligheidsbeleid eruit zien? Hoe gaat mijn buurt eruit zien om het hier maar thuis te brengen? Mm-hmm. Wat gaat gedaan worden met de buurtomgeving? Hoe gaat men resortraadsleden inzetten? District, alles waar we voor betalen. Wat is de visie van die DNA-leden die ze op de kandidatenlijst zetten? Want je gaat merken, in campagnes probeert men nou af te leiden van de DNA door te praten over een presidentsverkiezing. We hebben geen presidentsverkiezing. We hebben een DNA. Mm-hmm. En DNA-leden gaan een president kiezen, naar voren schuiven. Dus het is goed om je bezig te houden wie mogelijke kandidaten zijn, maar belangrijker is om te weten wie gaan die DNA-leden zijn, want zij gaan 5 jaar lang kritisch die regering moeten begeleiden als ze nou in oppositie of coalitie zitten. Dus als je nu niet kijkt wat hun boodschap is, wat hun visie is voor jouw buurt, voor jouw beroep, voor je kinderen, hun scholing, dan mis je het belangrijkste en dan word je weer ingepakt. Met een pakketje, je hebt 4 leuke feesten in de verkiezingen gehad, je hebt die bands gezien, misschien een foto met de zanger gemaakt, maar daarvan kan je niet eten. En daarvan bouw je geen toekomst. Mm-hmm. En nu komt het, ik heb via Star News een heel kritisch stuk gelezen. Ik weet niet of je het hebt gelezen. Misschien wel, want ik lees veel Star News, ja. En daarin staat onder andere, ik heb er delen uit gehaald, en zoeken naar een goed politiek alternatief in Suriname is net als zoeken naar water in een woestijn. Je gaat het niet vinden. Waarom niet? De Surinaamse samenleving is verziekt. Uit die verziekte samenleving gaat er niks komen. Je moet de samenleving reinigen. De mensen in de politieke partijen komen allemaal voort uit één en dezelfde verziekte samenleving. Suriname is net als een vijver waar het water vervuilt en zuurstofarm is. Het water wordt niet ververs, maar verder vervuild door de afvoer vanuit de politieke partijen. Als je uit de vijver een nieuwe emmer water haalt, dan heb je nog steeds vervuild water. Dus waarom in hemelsnaam denkt men in Suriname dat een nieuwe partij de oplossing zal brengen? De nieuwe partij komt uit dezelfde vijver met dezelfde kwaliteit als alle andere eerdere partijen. Het bewijs hiervoor leveren zij zelf. Ze doen hetzelfde als al de andere bestaande partijen, want ze komen niet gelijk met een visie op de ontwikkeling van het land. Ze komen niet met een ontwikkelingsplan. Ze komen niet met een onderbouwing van hun track record. Ze komen slechts met een logo, vlag en kleur en een sprookje van nieuw zijn. Hun stijl, even kijken en dan stopt het. Ja, hun stijl en aanpak is hetzelfde, namelijk populistisch afgeven op de andere partijen
en populair meedeinen op alles wat wij al weten. Wat is dan zo anders? Niks. Overigens, de mensen in die nieuwe partijen komen vaak zelfs uit de bestaande partijen of hebben al eerder ergens in een partij meegedaan. Dus waarom denkt men in Suriname dat een nieuwe partij de oplossing is voor Suriname? Bundeling van partijen zal ook niks brengen. De rest wil ik even u onthouden, want wat er daar verder staat... ja. Ja, niet eenvoudig. Maar goed, de mensen, ik wil u adviseren om dat stuk te gaan lezen. Ik dacht dat het van meneer Hamadkano is. Maar goed, uw mening, het is... Niet eenvoudig wat er allemaal daarin staat, mevrouw Del Castillo. Ja, dat zijn de pessimisten onder ons. Wanneer je in dit land woont en beweegt in dit land, dan weet je dat het er heel erg aan toe is. Mm-hmm. De traditionele politiek is sowieso verworden tot een belangenvereniging. Dat weten we, dat hoeft niemand ons uit te leggen. Dat hebben we ondervonden in regering op regering. Mm-hmm. Maar wat ons geluk is, is dat in Suriname... Nu niet iedereen over één kam kan scheren. Er zijn nog steeds genoeg Surinamers die het anders willen zien. Die dus werkelijk eerlijk bestuurvorm willen geven. Die zich in dienst willen stellen van die samenleving. Die deskundigheid hebben, maar die deskundigheid krijgt geen ruimte. En ja, we hebben een samenleving die bij de naar de stembus gaan tot nu toe zich vaak heeft laten verleiden door waar je het eerder over had, de feestjes. En door allerlei misplaatste etiketten van groot en klein. Men praat niet over programma's. Dus daadwerkelijk moet er een omslag in ons denken komen. Maar tot het geluk van Suriname en de kans op een toekomst. En elk land heeft dat. Er zijn zoveel landen geweest in de wereld die een moment in een dip zijn gekomen. Maar men hoefde niet van buiten te komen om het land te gaan inrichten. Toch, integendeel, wanneer mensen van buiten komen om een land in te richten, is het nooit duurzaam. We kunnen kijken internationaal naar de politiek van bijvoorbeeld de VS. Wanneer ze, kijk maar naar Afghanistan, democratie van buiten binnen willen brengen. Mm-hmm. Zaken moeten van binnen groeien. En ja, het neemt tijd. Het gaat niet zo eenvoudig. Het is vallen en opstaan. Dat is democratie nu eenmaal. Maar in Suriname en wij in Van Diainte geloven in onze samenleving. We zijn overtuigd dat er meer burgers zijn die het anders willen. Mm-hmm. Dan, weet je, die eerlijk bestuur nodig hebben ook om te groeien. Omdat ze niet behoren tot de nouveau riche zijn. Niet de mensen met veel geld, grote concessies, et cetera. Dat ze overal inkopen kunnen doen voor gezondheidszorg en onderwijs. Ze zijn afhankelijk van wat een regering, wat een overheid, een goede overheid biedt. Dus ze hebben behoefte aan dat goed, aan dat eerlijk bestuur. En er zijn mensen die dat willen. Ik zei u eerder, de A91 is druk bezig met kandidaten. Weet je, te filteren, te kijken. We hebben dat profiel gesteld. Omdat we standaarden, we moeten ons verheffen uit het geheel. En het mooie is dat veel van ons ook weten wat nodig is. We weten wat nodig is. En bijvoorbeeld de A91 is een partij die zich daarvoor ten dienste stelt. Die dat als basis heeft. We hebben ook een duidelijke visie. We hebben onze routekaart voor de Nieuwe Republiek. We onderscheiden ons wat dat betreft van veel partijen in ons land. Dat we het heel zichtbaar maken. En we hebben ook duidelijke ideologie. We zijn een sociaal-liberale partij. We zijn daar open over. Mensen weten dus waar we voor staan. We staan voor mensenrechten. We staan voor rechtsstaat. Weet je, voor dat soort zaken. Democratie, een vrij brede, diepe democratie. Dat zijn fundamentele zaken voor ons. En we zijn dus daar. En je vindt het terug op onze routekaart. Mm-hmm. Dus we hebben inhoud. We hebben visie. En we weten waar we naartoe willen. Belangrijk is dat we onze samenleving zo ver krijgen. Want dat is waar het eigenlijk om gaat. Als ik een stuk zou moeten schrijven, wat ik vaker soms doe op mijn blog. Ja. Dan heb ik het erover dat wat van ons kapot gemaakt is, of heel erg verzwakt is, is ons zelfvertrouwen. Mm-hmm. Ons vertrouwen in dat we in staat zijn om zelf die verandering te brengen. We durven dat niet meer te geloven. Mm-hmm. En dan geven we toe aan mensen die ons zeggen dat we het niet kunnen, of dat het geen zin heeft, dus dat we maar door moeten gaan zoals we gewend zijn. We moeten breken daarmee. Daarvoor heb je zelfvertrouwen nodig. Belief dat je het kan. En daar moeten we aan werken. En ik heb veel meer waardering voor stukken die Surinamers bewust maken dat we het in ons hebben. En dat we moeten durven daar uiting aan te geven. En dat de tijd van wegstemmen voorbij
partij is. Maar dat we nu gaan stemmen voor wat we willen. En dat kleine partij of grote partij niet bestaat. Er bestaan partijen met goede programma's en goede mensen erachter. En er bestaan partijen zonder programma's met veel geld erachter. En dat is hoe we dat onderscheid moeten gaan maken. Eén ding ben ik wel eens met wat u voor me voorlas. Mm-hmm. Dat bundelen om bundelen geen zin heeft. Mm-hmm. Dat heb ik ook steeds gezegd. Wanneer je bij elkaar komt, moet je één richting gaan. Je beleid moet in één richting gaan. Het moet niet zijn dat je alleen bundelt, alleen om die stemmetjes bij elkaar te brengen. En nadien heb je chaos in beleid, want iedereen heeft een andere kijk op beleid. Je moet een eenduidige visie hebben. Dus partijen die gelijkgericht zijn en overeenstemming hebben over de fundamentele zaken, hoe ze dat gaan uitvoeren en zich daaraan committeren, die kunnen samen een lijst indienen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Want tegenwoordig mag je maar één lijst indienen, toch? Maar ik heb ook altijd gezegd, het heeft geen zin om gewoon alles bij elkaar te roepen en te zeggen, we zien wel, want dan komen we niet verder dan we nu gekomen zijn. Ja, heeft de 91 die partijen al gezien? We zijn in gesprek met, mm-hmm. met een paar van de partijen. We zijn nog niet helemaal uit hoe we die verkiezingen tegemoet gaan. Er zijn verschillende mogelijkheden. Want net wat ik zeg, mm-hmm. Als partij mag je nu maar één lijst indienen met 51 kandidaten. Dus vroeger kon je nog onderhandelen over de 10 nummer 1's. Nu heb je maar één nummer 1 en één nummer 51. Ja. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om die verkiezingen in te gaan. Misschien zullen bepaalde van die partijen met ons overeenstemmen dat ze samen met ons op één lijst de verkiezing ingaan. Mm-hmm. Maar andere partijen zullen misschien zeggen nee, we gaan toch onze eigen lijst indienen. Ja. Maar we kunnen wel vooraf bekendmaken als partijen waar we gezamenlijk voor staan. Zodat de kiezer echt zijn sympathie kan laten gelden. En zeggen, weet je wat, maar ik stem liefst op die. Dus ik ga op die, maar ik hoef niet bang te zijn. Want als hij genoeg zetels heeft, en DA 91 ook, gaan ze samen dit programma uitvoeren. Weet je, dat je eigenlijk aan mensen zich geeft van, dit is de regering die we nadien willen hebben. Dus zorg dat je deze partijen ruimte geeft om dat te vormen. Want dit is het programma waar we gezamenlijk achter staan. Dus er zijn opties. Kijk, meneer Groenewoud, deze verkiezing wordt een verkiezing als geen andere die we eerder hebben gehad. De landelijke evenredigheid is voor het eerst. Mm-hmm. En dus de resultaten van de vorige verkiezingen kan je bijna niet meer vergelijken met wat de verwachting moet zijn. Mm-hmm. Omdat burgers nu pas beginnen door te dringen van, hey, we kunnen nu overal bijdragen aan dat wat we willen. We hoeven niet meer bang te zijn dat het geen zin heeft en we dus maar tegen iets moeten gaan stemmen voor iets wat we eigenlijk niet echt willen. We weten dat het lood om oud ijzer is, maar ja, weet je, mm-hmm. voor dat vernieuwde stemmen heeft geen zin. Maar nu heeft het wel zin. Nu gaat het wel werken tot in de diepste uithoeken van ons land. We moeten onze burgers empoweren en ik roep iedereen op om daar aan te werken. Bouw het leiderschap in onze burgers. Laat onze burgers zich weer de eigenaar van hun eigen toekomst voelen en in staat die toekomst inhoud te geven. Dat is waar we Suriname mee dienen. We dienen Suriname niet met de Surinamer de goot in praten en de grond instampen alsof we niet deugen. We zijn mensen en niet wanneer we de oversteek naar de andere kant maken, in Nederland wonen of in Amerika, zo plotseling andere mensen worden. We zijn precies diezelfde Surinamer. Maar we zijn in een andere omgeving. En dus bloeien we anders. Toch? Laten we die omgeving hier creëren door Surinamers hier de ruimte en dus kracht te geven en te overtuigen dat ze in staat zijn daartoe. Ja. Opmerkelijk was te horen dat u ook de NDP niet uitsluit. Nou, de NDP, wat we hebben mm-hmm. gezegd, is dus dat we standaarden hebben voor met wie we aan tafel gaan zitten. Okay. De NDP vandaag de dag kwalificeert voor geen meter. Mm-hmm. Laat me dat gewoon zo zeggen. Mm-hmm. Want de NDP vandaag staat nog steeds onder leiding van de heer Boutersen. En er lopen nog steeds een heleboel mensen daar rond die dat met te vuur en te zwaard hebben verdedigd en blijven verdedigen. En die hun kijk op beleid voeren is geen andere. Dus, maar waar we het over hebben gehad, is dat je als politieke organisatie, serieuze politieke organisatie, moet je durven om ver in de toekomst te kijken. Mm-hmm. En als je standaarden hebt, dan kan je niet uitsluiten dat op een dag een bepaalde partij ook aan die standaarden zal voldoen wanneer ze interne verschoning hebben gedaan. Weet je, wanneer intern ze tot bekeer zijn gekomen, hebben beseft dat mensenrechten een belangrijke kwestie zijn. Dat democratie niet gewoon met de mond beleden wordt, maar in de structuur en in het beleidsuitvoering ruimte moet hebben. Dat een prudent economisch beleid van noodzaak is voor deze samenleving. En dat je dat niet moet vertellen, maar wanneer je aan slag bent, is die bodem van die schatkist eruit geslagen. Dus wanneer dat moment komt,
dan zal er, dat is wat we zeggen. We hebben standaarden, goed bestuur, zero tolerance voor corruptie. En erkenning en bescherming van de mensenrechten zijn fundamenteel. Daar onderhandelen we niet over. En wanneer een partij, ook wanneer de NDP ooit op een dag daaraan voldoet, dan zou het niet uit te sluiten zijn dat ze aan tafel komen. Maar voor nu is dat absoluut niet het geval. Ja, er gaan steeds meer stemmen op voor een vrouwelijke presidentskandidaat in 2025. Ondersteunt u die visie en zijn we er klaar voor? Klaar voor? Ik denk dat we wel klaar voor zijn. Mm-hmm. Weet je, waar ik kom hoor ik Surinamers heel veel daarover praten. Het werkt op de fantasie. Weet je, het geeft een prettig gevoel. Mm-hmm. Het is iets wat we nog nooit hebben gehad. Dus het geeft een idee van, hey, misschien helpt dat ons. Want we zoeken naar iets om ons uit dat moeras te liften. Dus het is iets dat inspireert. Tegelijkertijd zeg ik, ja, ik zou heel blij zijn als dat kon. Want dan hebben we onze eerste vrouwelijke president. Maar belangrijk is wel dat we een goede president hebben, man of vrouw. Mm-hmm. We moeten iemand daar hebben die recht door zee is, een sterke rug heeft en die staat voor dat goed bestuur. Die daadwerkelijk leiding geeft aan een minister, aan een regeerteam. En daadwerkelijk ook verantwoording aflegt in de DNA. Iemand die daar niet in de eerste plaats is om zichzelf en degene om hem of haar heen van posities te voorzien en van een goede bankrekening. Maar die daar is om met wat hij al heeft op dat moment zich in te zetten voor die samenleving. En met het standpunt, als die samenleving groeit, dan groei ik ook. Mm-hmm. En niet ik groei eerst en dan komt die samenleving wel erachteraan. We hebben mensen daar nodig die brug slaan naar die totale samenleving. Dus wanneer die persoon praat of ergens komt, dan zie je iemand die zowel zeg maar in elke cultuur zich kan bewegen, binnen elke religie zich kan bewegen en overal respect voor heeft en ook de mensen om die persoon heen. Het moet geen een etnisch stempel hebben. Je moet echt om die persoon, de ene dag zie je iemand die van Javaanse afkomst, de andere keer in Hindoestaanse, dan zie je een Bosnian Creole. Het maakt niet uit. Die persoon kijkt niet naar etniciteit, maar kijkt naar capaciteit, deskundigheid en is ook in staat en bereid, daar waar het fout gaat, zonder angst maatregelen te treffen. Als ministers niet functioneren, hun tot de orde te roepen of naar huis te sturen. En geen allerlei tierlantijntjes en dingen te organiseren om het te maken tot andermans verantwoordelijkheid. Een president van ons land moet iemand zijn die internationaal deuren openzet. Niet door zelf elke keer op het vliegtuig te stappen, zeker niet. Maar gewoon door zijn of haar persoonlijkheid, netwerk en capaciteit in netwerken met de internationale gemeenschap. Een president moet iemand zijn waar alle burgers naar opkijken en zeggen, zo wil ik worden. Mm-hmm. Toch? Ik hoef het niet met elk besluit van hem of haar eens te zijn, maar de persoon dwingt de respect af, heeft respect voor ons, toch? Is rechtvaardig, oprecht en eerlijk. En we kunnen niet wijzen op die persoon dat die persoon zich verrijkt ten koste van ons. Ja. We staan voor belangrijke ontwikkelingen in de aardolie- en gassector. Welke fouten zullen wij niet meer moeten maken als u kijkt bijvoorbeeld naar hoe we het hebben gedaan met de bauxietsector en de goudsector? Ja, in de aardolie- en gassector is vooral belangrijk nu dat we definitief vaststellen hoe die fondsen tijdens ze binnenkomen zullen worden aangewend. Die discussie moet formeel en definitief gevoerd worden. Voorts moeten we ervoor zorgen dat er daadwerkelijk een goede fonds is waar de fondsen naartoe gaan. En dat het beheerd wordt op een controleerbare wijze. Want we lopen een groot risico als we die corruptiebestrijding niet in place hebben. Als we dat goed bestuur en die transparantie, neem maar de wet openbaarheid van bestuur, niet in place hebben, dat we weer situaties krijgen dat we die oliegeur gaan ruiken, maar we gaan die gelden niet zien. DA91 is op dit moment druk bezig zich te oriënteren bij de best practices in de wereld. U weet, dat is Noorwegen. Er is ook in Alaska een fonds dat heel goed werkt, waarbij de burgers, want wij houden ons ook bezig met het idee van, hoe kan je zorgen dat je burgers het ook in hun zak voelen? Mm-hmm. Toch? En je moet natuurlijk ook voor de toekomstige generaties opzij leggen. Maar hoe kan je zorgen dat de huidige generatie, die zoveel heeft gepinaard, ook wat in hun zak voelt? En vandaar dat we dus bezig zijn met Noorwegen. We hebben informatie opgevraagd met Alaska Fund om te komen tot een heel goed, geïntegreerd plan. Mm-hmm. En met alle checks en balances, zodat het, weet je, transparant is, controleerbaar en in dienst van die samenleving.
dat we dat kunnen presenteren tegen de tijd we ons politiek programma voor 2025 presenteren. Maar voor ons staat centraal, de burger moet er profijt van hebben, nu en in de toekomst. En het moet beheerst worden, weet je, op een transparante wijze, met deskundigheid, op zodanige wijze dat... Want je moet rekenen houden met de ontwikkelingen in de wereld. Ze zijn druk bezig met klimaatsveranderingen en allerlei belemmeringen uiteindelijk zullen komen voor deze fossiele brandstoffen. Dus we moeten rekening houden met de realiteit. Hoe lang gaan we het kunnen verkopen? Hoeveel gaan we kunnen verdienen? En geen roze bril opdoen, maar realistisch. Toch? Welke andere gaten ontstaan in die tussentijd? Want je weet, onze goudindustrie, die gaat naar zijn eind. Ja. Toch? Dus de tijd dat je uit die olie zoveel krijgt, ga je geen gap krijgen vanuit goud. En dat, die dingen zetten wij nu naast elkaar, zodat we niet zomaar euforisch zijn, maar een realistische prognose en een realistisch beleid voor de toekomst vormgeven. Belangrijk is sowieso, we moeten zorgen dat we eerlijke, goed controleerbare systemen hebben, zodat we daar niet worden leeggeroofd. Door mensen die een kleine kartel gaan vormen eromheen. En dat wij alleen maar die privéjets over ons hoofd gaan zien vliegen. En voor de rest vervallen we in armoede. Kijk maar naar Venezuela. Kijk ook in Afrika zijn er landen met zoveel olierijkdom. En er is niets van gekomen. Waar we ook voor moeten waken, is dat we het in handen leggen van landen. Zoals bijvoorbeeld China. Toch? Die ons uiteindelijk een aalmoes gaan geven en de rest is van hun. We moeten zorgen dat Suriname het maximale hieruit haalt. Omdat het een van onze, hoe noem je dat? Je noemt geen laatste kans, maar bijzondere kansen in deze tijd is om ons land weer op rails te brengen, dat stukje financieel wat je daarvoor nodig hebt. Daarnaast moeten we zorgen dat we ook goed op ons milieu letten. Want je kan veel geld verdienen, maar één milieuramp en je bent het allemaal kwijt. Dit is iets wat we steeds vragen aan Staatsolie. Is er milieuwetgeving opgenomen in de contracten? Want vaak wat we merken is dat een multinational zich heel makkelijk onttrekt. Het moment dat die milieuramp er is, blijkt in de kleine letters dat jij als land verantwoordelijk bent. En niet alleen voor jouw stukje kust, maar ook voor die kust van Barbados, van Trinidad, iedereen die er last van heeft. En dan ben je al je geld kwijt. Dus dat is iets waar wij als DA 91 ook heel erg geïnteresseerd zijn voor wat er nu is. We hebben nog geen openheid daarvan gekregen. Maar mocht het er niet zijn, bereiden wij ons voor om dat wel in te bouwen. Oké, we gaan naar de afronding. Ik ga snel enkele sectoren heel kort noemen. En een krachtig en kort statement van u daarop. Hoe u denkt deze zaken op te lossen. Volksgezondheid. Volksgezondheid, een gezond maken van onze ziekenhuizen en van onze farmacie. Toch? Want ook de import van medicamenten moet gezond gemaakt worden, moet zodanig zijn dat we de beste prijs voor het beste product betalen. Transparantie is daar key. En ook zorgen dat je de monopolies eruit haalt. Er moet competitie zijn. Onderwijs. Onderwijs moeten we zorgen dat we een virtuele highway naar het binnenland, dat is het allerbelangrijkste wat we bedoelen, dat in het binnenland iedereen ook toegang heeft tot het internet, zodat ze toegang hebben tot onderwijs. Onderwijs moeten we zodanig schakelen dat het veel via virtueel te volgen is, op hetzelfde niveau, dat onze mensen zich kunnen scholen. En onze scholen moeten toegankelijk en aantrekkelijk gemaakt worden voor de leerlingen, beginnend met goede sanitaire voorziening. Dat is een groot probleem. Dat moet als eerste aangepakt worden, vervolgens de inrichting van de lokalen en de docenten moeten worden opgeleid tot facilitators, toch? Zodat ze de kinderen stimuleren hun talent te ontwikkelen. We moeten ons onderwijs zodanig brengen dat alle leertypes van onze scholieren ondervangen worden. Dat is een van de belangrijkste dingen. Veiligheid. Veiligheid moeten we zorgen dat onze diensten, onze politiekorps, laten we in de buurten beginnen. Wij hebben op onze routekaart veilige buurten. En dat begint in de organisatie van onze buurten. Onze resortraadsleden gaan daarvoor nieuwe instructies krijgen. Dat wordt hun hoofdtaak. Helpen de buurten veilig te maken. Beleid op leegstaande percelen. Overgroeide woningen moet komen. Toch? Daar komt beleid op dat te maken heeft dat als de mensen dat niet opruimen of dat ze hoge boetes krijgen en zo niet wordt het verkocht door de staat. Toch? Dat in die richting, we moeten natuurlijk de wet erop toepassen. En daarnaast ook de politie uitrusten dat we weer de wijkagent hebben die dagelijks in de buurt te zien is, op de fiets rondrijdt door de buurten, zodat die buurten weer veilig worden. En tegelijkertijd de criminaliteit
stevig aanpakken. We hebben camera's geplaatst in buurten, we horen er niets meer van. Die camera's moeten in dienst staan van de veiligheid. Zodra mensen moeten weten dat als ze ergens binnenvallen, ze gepakt gaan worden, want die beelden worden bestudeerd en ze worden meegenomen. En we moeten, wat betreft afstraffing, moeten we zorgen dat die strafmaat in lijn is met de schade die is aangebracht. Grondbeleid? Grondbeleid moet totaal transparant worden. We moeten gewoon de zaken, de aanvraag tot aan de afhandeling moet te volgen zijn via internet. Zaken moeten met nummers gaan, niet meer met namen, zodat elke burger die een aanvraag dient, en er moet een groot kadaster zijn waar je kan zien wat vrij is. Het moet gewoon duidelijk zijn waar de gronden vrij zijn. En het grondbeleid moet ook in lijn zijn met het bestemmingsplan. Zodat we weten van als je een woonbuurt hebt, dan komt daar geen lasserij. Niemand krijgt daar een vergunning voor. Dus het moet gekoppeld worden met het bestemmingsplan voor Suriname. Je krijgt gebieden die je gaat uitzetten als industriegebieden. Daar komen allemaal industrie. Dat heeft ook gevolgen voor je nutsvoorzieningen, et cetera, die je daar brengt. Je hebt gebieden die landbouwgebieden zijn. Daar geef je op die wijze grond uit, zodat mensen in dat gebied aan landbouw doen. En daarnaast heb je dan woongebieden. En op die wijze geef je die. Maar het moet transparant zijn. Bovendien, waar we direct mee moeten kappen, is dat wat we hebben gezien bijvoorbeeld bij projecten onder ook deze regering, dat assembleeleden en andere politici zichzelf zegenen met gronden die de staat ook nog gekocht heeft. Dat moet afgelopen zijn. We moeten ook een beleid hebben waarbij we kijken naar onze burgers met een beperking, zodat die ook zeker weten dat een bepaald percentage van grond dat wordt uitgegeven voor hun beschikbaar is. En dat er transparante toegangsregels zijn. In grondbeleid is het allerbelangrijkste, die transparantie. Toch? Dat iedereen precies weet, ik vraag hier aan, ik vul dit formulier in, die grond is daar. En dit zijn de procedures die doorlopen gaan worden om mij toe te geven. En als je vindt dat je benadeeld bent, moeten er directe beroepsprocedures zijn. Economie? De economie hebben wij een 18 punten plan. Waarin we kijken vooral naar de dienstverlening en de bankingsector. Om dat te upgraden voor die dienstverlening. Het betekent dat je in het begin waarschijnlijk veel buitenlandse expertise nodig gaat hebben. Maar het gaat wel zorgen voor beter betaalde banen voor onze eigen mensen. En die kunnen dan groeien naar dat moment dat zij dat overnemen. Daarnaast zijn we voorstander van een stevige belastinginning in die zin van onverklaarde weelde, zo noemen we dat, belasting op onverklaarde weelde. Dus al die mensen die hun geld uit illegale bronnen halen, et cetera, en hele grote boten hebben en auto's en huizen links en rechts bouwen, die moeten allemaal aangeslagen worden ten eerste. En vervolgens kan er natuurlijk ook een corruptieonderzoek op loslaag gelaten worden. Maar het belangrijkste is dat we dus zeker in die werkgelegenheid kijken we naar die ontwikkeling van die dienstensector in die banking. Daarnaast het is 18 punten, dus het is vrij lang. Maar daarnaast kijken we natuurlijk ook naar de sectorale ontwikkeling. Dat onze productiesector stevig ondersteund moet worden. Want kijk, die aardoliesector komt en dan gaan mensen daar naartoe trekken. Maar als je je productiesector dan verwaarloost, nadat die olie voorbij is, zit je met de hand in het haar. Dus we moeten tegelijkertijd in die productiesector onze producenten ondersteunen, niet alleen met incentives om door te gaan, maar ook met technologie om moderne aanpak te geven, die werkgelegenheid daarop te krikken, ons product concurreerbaar te maken met het buitenland, zodat wanneer die olie stopt en de mensen teruggaan, ook daar werkgelegenheid is. Goed. Mag ik u heel hartelijk dank zeggen, mevrouw Angelique Del Castillo van DA 91. Trouwens, hebt u al gehoord hoe het verloopt met dat van die verdere behandeling in het parlement, voor wat dus die verkiezingen betreft, de landelijke evenredigheid. Ja, dus in het parlement was er een wijziging weer op de wijziging die reeds is doorgevoerd naar landelijke evenredigheid ingevoerd. In januari was er een nieuw voorstel weer ingediend. Ja. Recent kreeg ik een brief onder ogen waaruit bleek dat het voorstel is ingetrokken. Waarom weet ik niet, want ze waren er al aan begonnen. Maar de reden daar tast je voor in het duister. Dus wij vermoeden dat ze waarschijnlijk misschien niet genoeg onderling hadden gesondeerd met elkaar, toch er geen ondersteuning voor was, of dat ze er iets in hebben gezien dat ze menen in hun nadeel zou kunnen uitpakken, dus het wordt niet meer gedaan. Maar wij hebben een verzoek bij het Constitutioneel Hof ingediend voor die waarborgsom, omdat
om dat te toetsen als dat wel grondwettelijk is. Vooral de hoogte die men het nu heeft gegeven. We hebben begrepen dat het reeds in behandeling is. Dus we kijken uit naar het moment dat daar uitspraak op kan zijn. Want dat zal ook een verlichting zijn voor alle partijen als daar een wordt aangegeven dat het niet kan. Dat het, zoals wat wij zeggen. Maar tegelijkertijd zien we dat er ook staatsbesluiten zijn geslagen door deze regering. Of worden geslagen, concepten zijn er al. Over hoe de uitvoering van de verkiezingen. En we maken ons wel zorgen om de slordigheden die we daarin zien. En ook het voornemen om zowel het DNA-biljet als het resortraadsbiljet eenzelfde kleur te geven. Ze willen beide biljetten wit maken, waarbij het DNA-biljet, u weet het DNA-biljet was lichtblauw, waarbij het DNA-biljet dan een rand van een andere kleur, een niet genoemde kleur, ook niet hoe breed die rand is, maar feit blijft, als je twee witte formulieren gevouwen hebt, zie je het verschil niet. En dat kan voor heel veel chaos en weet je, misverstanden gaan zorgen. En we kijken naar deze verkiezing met argusogen, omdat we weten dat de belangen heel groot zijn. We zien in die staatsbesluiten slordigheden, niet alleen ten aanzien van de kleur van de stembiljetten, maar ook ten aanzien van dat men praat over wit in de ene en in de andere praat men nog steeds over lichtblauw. En er zijn allerhande zaken. Toegang tot de stembus voor mensen met een beperking met begeleider is overgelaten aan de voorzitter van het stembureau om te bepalen als dat wel of niet mag. Dat soort willekeur wil je niet. Je wil dat er echt duidelijk standaarden moet zijn. Okay. Toch? Dus, maar, en meer van dat. Dus we volgen het op de voet, meneer Groenewoud. Ja. En DA 91 zou geen DA 91 zijn als we niet aan de bel zullen trekken zodra we menen dat het dringend nodig is. Goed, mag ik u heel hartelijk dank zeggen voor uw komst en deze aflevering van de Koffiepraat. Heel veel succes verder toegewenst. Dank met u wel. DA 91. Dank u wel. Dat was mevrouw Angelique Del Castillo. We gaan naar ons laatste onderdeel vandaag. En we gaan zo meteen uitnodigen de heer Peter Benning. En mevrouw Umati is dat. Die dus hier zullen aanschuiven zo meteen. Kan er een stoel nog erbij? En dan gaan wij naar het laatste deel. Nog steeds, gaat uw gang. Nog steeds de koffiepraat. En u mag komen, meneer Benning. Benning is de naam, toch? Banning. En mevrouw Umatino? Ja. Yes. Welkom in deze aflevering van de Koffiepraat. Het is een genoegen, een hele fijne dag verder toegewenst. Het is een genoegen om u vandaag hier bij ons te hebben. Want er gebeurt iets bijzonders en het heeft allemaal te maken met het onderwijs, no? Mevrouw Umati? Ja, vertelt u ons. Yes. Inderdaad. Goedemorgen. Inderdaad heeft het te maken met het onderwijs. Mm-hmm. Omdat wij hebben gezien dat het nodig is. Yeah. Trouwens, ik denk dat de bedrijven, particulieren dat ook kunnen beamen. Daar zij de dienst hard nodig hebben. Yeah. En het is goed om dit te doen of dit bij te brengen in het onderwijs, om dit ook toe te passen. Trouwens, het was er al. U bent directrice van het opleidingsinstituut To Be Clean. Helemaal. Mm-hmm. Wat voor opleidingsinstituut is dat precies? Het is een opleidingsinstituut waar men kan komen voor voor de facilitaire dienstverlening. Mm-hmm. Dat zijn in feite onze focus. Yeah. En iedereen die in feite liefhebber zijn van interieurs en interieurs wilt onderhouden, geweldig, schoonmaken, inrichten, dat is waarvoor het is. Voor dit is. En heer Banning, welkom in Suriname, moet ik zeggen, nog? Dank u wel. Is het uw eerste keer? Dit is mijn eerste keer in Suriname. En hoe bevalt het tot nu toe? Het is overweldigend. Goed zo. We hebben al heel veel dingen gezien. Het is echt een heel mooi land. Fijn dat te horen. Heer Banning, u bent van het RAS-examenbureau. Klopt. Wat is dat voor examenbureau? Vertel ons meer. Ik zal eerst even vertellen over de RAS. Dat is de organisatie in Nederland die de afspraken die CAO-partners maken, dat die uitgevoerd worden. Ja. En een van die zaken is bijvoorbeeld dat er examens zijn voor de schoonmaakbranche. En er zijn diverse opleidingsinstituten in Nederland die de diverse opleidingen verzorgen. Ja. We hebben zo'n, ik denk dat wij zo'n
per jaar zo'n 6000 kandidaten examineren op de verschillende onderdelen. Dus dat kan zijn schoonmaken van kantoren, van hotels, van bungalowparken, van gezondheidszorg, maar ook vloeronderhoud, glazen wassen, gevelonderhoud, reinigen van trams, reinigen van bussen, reinigen van stations, al die dingen. En als RAS ontwikkelen wij eindtermen. Ja. Op basis waarvan de opleidingsinstituten opleidingen maken. En wij maken daar weer examens van en wij nemen de examens af. Ja, moet ik daaruit begrijpen, mevrouw Omati, dat het zover is met To Be Clean, dat jullie ook de examens bezig zijn af te ronden of hebben afgerond? Vertel. Nee. Precies, we staan nu voor de deur van de examens. En in verband daarmee hebben wij dan, als ik het zo mag zeggen, en het is ook zo, hebben wij geprobeerd een deskundige in huis te halen. Iemand die daarvoor de kennis heeft. En dat is meneer Banink. Ja. En dat is zeker van de week al dat wij dan de examens zullen afnemen bij de student, bij de kandidaat. Ja, heer Banink, u hebt al rondgekeken bij To Be Clean. Wat zijn uw conclusies tot nu toe? Nou, wat mij heel erg opgevallen is, ik heb ook een training gegeven aan de docenten examinatoren. Ja. En er zijn me twee dingen opgevallen die wij in Nederland absoluut niet doen. Het ene is vegen. Want als je gaat vegen, dan ga je alleen maar het vuil verspreiden. Dus vegen schiet niet op. Okay. Je moet of stof wissen of stof zuigen. Ja. Het tweede wat me opgevallen is, is dat als je gaat moppen, en je doet dat dus de vloer nat gaat schoonmaken, en je doet dat met één emmer, dan verspreid je het vuil. Okay. Want het vuil komt elke keer weer in hetzelfde water waarmee je het volgende stuk gaat doen. Dus je moet bij moppen altijd twee emmers hebben. Een schoon water en een vuil water emmer. Of je moet het met microvezel doen. Ja. Microvezel, dan heb je eigenlijk geen reinigingsmiddelen nodig en kun je gewoon met water werken. Maar goed, dat zijn dingen die je hier in Suriname lastig kunt krijgen. Dus ik heb ook een hele stapel aan materiaal meegenomen. Okay. Zo, om te laten zien van hoe dat in elkaar zit. Ja. En ook dat het ergonomisch veel beter kan. Ja. Dus ik heb stelen die je op hoogte kunt stellen. Als ik zo naar luister, mevrouw Omati, is het niet een te onderschatten sector? Helemaal niet. Het is niet een te onderschatten sector. Het is breed. Zeker voor zij die in deze branche zitten. We denken meer aan de leerlingen van de LBO, zoals we die kenden. En zeker voor de facilitaire dienst. De groep die heeft gekozen voor de studierichting FD. En dat is de leerlingen van de LBO. En ook de mensen die in deze branche zitten. Denk ik niet dat het een te onderschatten vak zou moeten zijn. Want het is een vak op zich. Dus ik denk dat velen die dit onderschatten, dat ze het moeten meemaken. Het is ruim. En belangrijk is dat zij ook de kennis en de ervaring, de juiste en de nodige kennis en ervaring hebben. En die ook op een zekere, op een professionele manier kunnen uitvoeren van hun taken. Ja, dat concludeer ik nadat ik meneer Banink zo gehoord heb. Ja. Over het stofzuigen en gewoon vegen. maar dan schiet me iets te binnen. Maar dit kan ertoe leiden dat die mensen die opleiding volgen, dat het ook voor hun, voor de toekomst van belang is, dat ze misschien ook hun eigen business straks kunnen gaan starten, hè, heer Banning? Ja, dat is zeker een mogelijkheid. En dat zit ook in het opleidingsinstituut, dat ze een module kunnen doen om eigen ondernemer te worden. Ja. Ja, hoe kijkt u naar de toekomst van deze opleiding in ons land, mevrouw Omati? Zeer positief. Reden waarom? Omdat wij zien dat steeds meer mensen bewust worden, niet alleen mensen, de studenten die wij dan informeren, of de mensen die wij informeren, inclusief de studenten van de, of leerlingen van de verschillende scholen, hebben wij voor kort ook nog wat informatie gegeven. Het ministerie heeft daartoe toestemming gegeven om de studenten, zeker van de LBO-niveau, maar we denken dat de verschillende instituten en onderwijsinstellingen die ook nodig hebben. Want als wij nu moeten letten, dan zien we dat we verschillende studenten van verschillende vooropleidingen bij ons op school hebben. We hebben bijvoorbeeld NATIN, we hebben HBO-studenten. En soms zijn het zelfs
De docenten die zich afvragen, maar waarvoor ben jij hier? En net als wat u daar net aangaf, het is wat je met dit vak wil doen. Wat wil je van het vak maken? Wil je ondernemer worden in deze branche? Wil jij zelf de opdrachten uitvoeren in deze branche? Maar men moet het niet onderschatten. Het is een vak en dat is waarvoor, dat is wat wij bezig zijn te doen. En we willen dit vak op een hoger niveau tillen. En zeker ook nog professionaliseren in ons land. En de nodige en gekwalificeerde mensen willen wij dan geven aan ons mooi land. Ja. Dat is wat we willen. Wat krijgen ze aan het einde, heer Banning? Is het een diploma? Wat krijgen ze precies? Een certificaat, vertelt u? Ja, dat kunt u beter. Oh, ja. Wat krijgen ze? Ze krijgen een diploma op MBO 2 niveau. Mm-hmm. Ja. En de diploma, hoe ver kunnen ze ermee? Het is wat wij nu doen, waarmee we nu bezig zijn. Wij proberen zoveel als mogelijk. Het is sowieso nationaal, maar internationaal is ook niet uitgesloten. Maar het enige wat wij moeten weten is dat de continenten verschillen van elkaar. Mm-hmm. Ook al zou je daar komen met een diploma, het is dat je de kennis hebt, de ervaring hebt bijvoorbeeld. Die waarmee je dat, de opdrachten of dat werk zou kunnen uitvoeren. Maar natuurlijk is het altijd nodig dat jij dan een extra training of een extra opleiding of iets volgt voor gelinkt daarop. Op de kennis dat jij dan al hebt. Maar het is zo dat wij dan sowieso dit willen tillen naar een hoger niveau. Ja. Heer Banning, hoe lang blijft u nog? Ik blijf nog een kleine week. Zondag ga ik weer terug. Ja. Dus ik ben donderdag bij de uitvoering van de daadwerkelijke schoonmaakexamens. Ja. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit, moet ik zeggen. Wat bent u benieuwd om te zien? Ik ben benieuwd in hoeverre zij ook ergonomisch werken. In Nederland is dat echt een belangrijk ding. Ja. Wij proberen als branche om mensen duurzaam inzetbaar te maken. Dus dat ze tot en met hun 67ste, want dat is de pensioenleeftijd in Nederland, dat ze door kunnen blijven werken. Ja. Dus daar besteden we veel aandacht aan. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze studenten dat gaan doen. Gaat er veel geld mee te verdienen? In Nederland kun je er een behoorlijke boterham mee verdienen. Ja. En op dit moment zijn er weer cao-besprekingen gaande om het te hebben over de lonen van de schoonmakers. Ja. Maar dat botst nogal. Ja, en want men zegt hè, dat eigenlijk je zou moeten certificeren in de toekomst. Vooral als je bijvoorbeeld wil meedingen in grote zaken. We hebben straks precies ook nog die oil and gas. Precies. Hoe kijkt u naar die ontwikkelingen, mevrouw? Nou, naar die ontwikkelingen kijk ik vol enthousiast naar uit. De reden waarom? Omdat wij in feite, als ik zo moet zeggen, dan zijn wij de eerste of de trendsetter voor wat dit vak betreft. Mm-hmm. En meer nog weten wij dat in feite, als wij praten over oil en gas, dan kunnen wij kunnen deze groep mensen niet uitsluiten. Maakt nou niet uit in welke branche of welk, je kan ze niet uitsluiten. Maar het gaat erom, zeg van, hoe professioneel zijn ze in het uitvoeren, in de uitvoering. En niet alleen dat, maar dat jij dan de mensen, de gekwalificeerde mensen in huis haalt om een bepaalde opdracht uit te voeren. Dus ik denk dat wij dan op de goede weg zijn met het trainen of het opleiden van mensen. Ja. En dat wij ook nog, zeg maar, op de juiste momenten zijn gestart hiermee. Mm-hmm. Want we zitten al, zeg maar, twee leerjaren. En in feite is dit onze tweede leerjaar. Ja, tweede, derde leerjaar gaan we in. En we denken dat wij tegen dat tijdstip al zeker mensen hebben of kandidaten hebben die dan hun diploma binnen hebben. Ja. En die dan aan de slag zou kunnen gaan. Na deze periode, wanneer starten jullie weer met een nieuwe? We starten in oktober weer met een nieuwe groep. Ja, en hoe kunnen mensen zich aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden door contact met ons op te nemen via Facebook. Mm-hmm. Of om te bellen of persoonlijk langs te lopen. En het is aan de Marwijnenstraat op het complex van de AMS. Daar is waar onze opleidingen. Het is een middagopleiding. Mm-hmm. Zeker 2 dagen per week. Op de dinsdag en de donderdag. We starten 4:00. We eindigen dan om 9:00. Mm-hmm. En ze kunnen zich registreren. We kunnen ook niet al te veel mensen inschrijven, omdat we de ruimte daartoe
punt 1 niet echt hebben. En meer nog, het is een praktisch, meer 80%, zo'n opleiding is dan 80% praktisch en 20% theoretisch. Dus de aandacht voor een ieder die zich inschrijven moet je hebben, waardoor je dan niet te veel studenten in één keer kan inschrijven voor zeker de start. En hoe lang duurt zo'n zeg maar een opleiding? De opleiding duurt precies 1,5 kalenderjaar, want het schooljaar is dan 6 maanden. Ja. Is het een dure opleiding? Het hangt er helemaal vanaf hoe de persoon tegenaan kijkt, want het is niet een al te dure opleiding. Het is een opleiding dat, ik zeg, je hebt heel veel nodig. Praktisch, als we al praten over praktisch, heb je materialen nodig, je hebt producten nodig. Er zijn heel wat dingen die je dan moet aanschaffen. Sorry. Meer nog, hebben we deze studenten dan na hun stage, na hun examen, hebben ze dan een stagemoment. Okay. En een stagemoment, het is verdeeld in 2 delen. Het is zo dat ze 1,5 jaar verspreid over hun studiejaar, dat ze dan stage moeten lopen, maar zeker ook 1,5 jaar in het buitenland. Okay. Dus dat is wat wij van de opleiding hebben geregeld. Niet voor niks, omdat wij denken dat op dit begin, dat de studenten het nodig hebben om te kunnen zien hoe het daar buiten geschiet. Meer nog om dan de verbanden te leggen met wat zeker onze naaste buurlanden, het Caribisch gebied, dat zij kunnen zien en weten hoe dat allemaal gedaan wordt. En dat zij dan meer op die manier dan een brede oriëntatie kunnen doen op hun eigen beroep. Of het beroep waarvoor ze hebben gekozen. Goed. Mag ik u heel veel succes toewensen? U hebt alles kunnen zeggen, denkt u? Helemaal. Heel veel succes. Dank u wel. Toegewenst met alle goede werk waarmee u bezig bent. En we kijken natuurlijk uit naar de komende resultaten. Hè, voor wat, prima. To be clean betreft. Yes. Heel hartelijk dank. Dank en nogmaals succes. Dank je wel. Yes. Nou, hiermee hebben we het gehad wat betreft deze aflevering van de Koffiepraat. Voor een nieuwe aflevering zijn we morgen bij u terug. Ik wens u een hele goede dag verder. Dag.